Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Die mentaliteit, Henny, heeft dat je geholpen in de periode dat je ziek bent geworden? Ja, zeker, want dan had ik het waarschijnlijk al eerder niet meer geweest. Dan had ik misschien al eerder het loodje gelegd. En dat mentaliteit vind ik toch belangrijk bij mensen. Ook zie ik niet ook aan mezelf. Ik heb het gewoon tot nu nog gered. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ik er doorheen zou komen. Door alles, de hele periode. Maar dat werkt niet meer. Henny van Schoonhoven zou dit jaar eigenlijk 50 jaar zijn geworden. Net als FC Utrecht. 11 jaar geleden overleed de robuuste verdediger op 39-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In de voetbalwereld is men de naam van Schoonhoven niet vergeten, want hij maakte indruk. Dat begon eigenlijk toen hij in 1995 bij de Utrechtse topclub Elinkwijk terechtkwam. Hij voetbalde bij Zwaluwe Vooruit. En toen ging een andere jongen van dat team die ging naar Elinkwijk toe. Om het te proberen. En toen dacht ik van ja, als jij het kan, dan moet ik het ook wel kunnen. Dus daarin tweede terecht gekomen en zich daarop gewerkt naar het eerste. Hij was verbaal heel erg sterk, hij was fysiek sterk, hij was heel erg kopsterk. Het was niet de grootste technicus, laten we dat heel duidelijk zeggen. Hij was aanwezig en hij ging voorop in de strijd en als er iemand, of het nou op de training of in de wedstrijd was, als er iemand verzaakte, dan pakte hij hem aan hoor. Hoe snel hij zich ontwikkelde, dat was echt ongelooflijk. Hij kwam erin en misschien moest hij 1-2 wedstrijdjes een klein beetje wennen, maar binnen no time was hij gewoon echt boegbeeld achterin. Gewoon een steunpilaar. Hij was echt, wat hij moest doen, zeg maar, verdedigen. Dus, tackles, kopduels, slijdings en zo. Hij was ijzersterk. Er was bijna geen betere, zeg maar. Elke trainer, coach wil een speler hebben zoals Henny. Een enorme instelling, geweldige mentaliteit. Heel scherp. En ik heb het gezegd, hij ging voorop in de strijd. Hij nam iedereen mee. Hij enthousiasmeerde iedereen eigenlijk. Het is ook echt maar één keer gebeurd in al die jaren dat ik gevoetbald heb dat ik een spits echt zag huilen op een gegeven moment. Dat was hier thuis op het hoofdveld. Ik speelde tegen AFC 34 en hij pakte die jongen constant zo hard aan, maar wel gewoon reglementair. Hè? Dus gewoon echt keihard. Die jongen die wilde bijna het veld aflopen. Hij was helemaal zat. Hij was echt aan het huilen. Nou, dat zag je niet zo snel, zeg maar. Wat doet dat met jullie als teamgenoten? Nou, dat maakt je gewoon sterk. Je weet ook, van, kijk, omdat ik stond zelf ook in de verdediging, met Henny erbij. Ja, je was eigenlijk voor niemand bang, weet je wel. Want je stond achter elkaar. We waren echt een hele hechte verdediging. We wisten precies wat we aan elkaar hadden. En als de een dit deed, de ander dat en zo. We waren heel erg op elkaar ingespeeld. En je voelt je ook gewoon sterk als je zo'n jongen achter je hebt staan. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat wij een wedstrijd speelden met Elinkwijk in het sportcentrum Zeist tegen het Nederlands amateurelftal. En vlak voor de rust kwam de toenmalige bondscoach van het Nederlands amateur elftal. Die kwam naar me toe en die vroeg of wij een speler voor hem hadden in de tweede helft, omdat zij een tekort aan spelers hadden. Toen we naar binnen gingen, toen zei ik tegen Henny, jij moet naar de andere kleedkamer, want je gaat de tweede helft met het Nederlands amateur elftal meespelen. En dat was niet waar en dat wilde hij niet. Ik zei wel, ik heb het afgesproken. Dus hij is uiteindelijk daar naartoe gegaan en het meest opvallende was toen, wij beginnen dus aan de tweede helft en hij speelt dus op dat moment bij het Nederlands amateurelftal. En hij maakt een overtreding tegen ons, tegen Elinkwijk. En hij wordt de scheidsrechter fluit tegen hem. En hij gaat tekeer tegen die scheidsrechter, want die rot Elinkwijkers. Dus binnen een minuut was hij helemaal omgeturnd van Elinkwijker tot nationale amateurelftal spelen. En dat was zijn instelling. Hij ging er 100% voor en dat was gewoon geweldig. Thuis was hij totaal niet zo. Dat is... Ja, ik denk dat hij op het veld echt een knop omdeed en daar gewoon voor de winst ging. Van, we gaan met z'n allen het veld op en we gaan met de winst naar huis en dan, later zien we wel weer. Ziet u in een van uw twee kinderen nog veel dingen, eigenschappen van Henny terug? Ja, in beide.
Wat voor ding? Ja, hij is Henny 2.0 qua looks. Ik hoor het wel heel vaak, ja. Dan kom ik bijvoorbeeld een oud bekende tegen en dan is het weer zo van, je lijkt echt op hem. Ik vind het wel leuk om te horen, ja. Ja, zij heeft echt het innerlijk, het zeggen waar het op staat. En ach, scheid dan aan alles wat ze van me denken. Als ik zing, dan zing ik. En als ik huppel, dan huppel ik. Ja, dat was hen ook. Als die naar school ging en hun naar school bracht. En dan ging hij huppelend en zingend over straat. Dat ik eerst had, papa, niet doen. En dat het me daarna zo is bijgebleven. En dat ik nu zelf ook zo over straat zal lopen. Of dat overbreng tot anderen. En dat het is van, ja, maar waarom doe je dat? Ik zeg, ja, waarom niet? Want de een krijgt er een lach van en de ander denkt van, oké. Wat wordt de bestemming van FC Utrecht? Dat vragen we ons de hele dag af op 8 augustus 1998. De open dag van FC Utrecht duurt nog tot 4 uur. En een van de nieuwelingen, een van de mannen van het warme Utrechtse bloed, heeft bij ons aan tafel plaatsgenomen. Zal ik u vertellen wat hij, voordat hij hier begon te trainen, nog allemaal deed. Had een eigen bedrijf en was binnenafbouwer. Nu is hij profvoetballer met een gigantisch salaris. Hendrikus van Schoonhoven, oftewel Henny van Schoonhoven. Nou, laten we met alle eerbiedigheid zeggen, op een wat oudere leeftijd toch nog de stap heb kunnen maken. Ja, ik heb die stap niet gemaakt. Ik heb alleen het contract ondertekend. Utrecht heeft die stap genomen. Hoe waren de onderhandelingen? Ja, dan moet je eens meemaken. Joh. Dat is zo lachen. Nou, laten we het eens even uit de doeken doen. Dat is echt heel leuk. Een beetje over en weer en dan stappen die weer van de tafel en dan komen ze weer terug. Dat is heel leuk om te zien. Ik kreeg de opdracht gewoon niet zenuwachtig te worden, want het kwam allemaal in orde. Ja, je ziet het. En nu sta ik hier bij de open dag. Die hebben thuis nog liggen. Eentje in het echt heel groot waar ik gewoon in slaap. En één kleinere waar die waarschijnlijk in heeft gevoetbald. Als Utrecht jochie en dan gevraagd worden om in Utrecht te spelen, dat is toch wel... dat is gewoon een jongensdroom. Ik denk dat hij dat voor velen wel heeft waar mogen maken. En ik weet nog dat zijn vader ook sowieso heel trots was. Zijn jochie, ja. 28 jaar oud was Henny toen hij in 1998 de stap maakte van de amateurs van Elinkwijk naar de profclub FC Utrecht. Bij de club uit zijn stad maakte hij al snel naam. En dat was niet alleen vanwege zijn bijzondere leeftijd. Hij was een laadbloeier, daar wel eens over. Maar dat vond hij zelf ook. Het is ongelooflijk dat ik op mijn leeftijd nog betaald voetbal zou gaan spelen. Dat had hij zelf ook niet gedacht of verwacht. Hij wilde die uitdaging ook wel aangaan en we konden zo'n type op dat moment wel gebruiken. Dus eigenlijk wat ik me vanuit die tijd herinnerde, omdat ik een jonge speler was en zat ook toen op de bank. En ja, op het moment dat er een opstootje was of er waren wat harde overtredingen, dan ging eigenlijk het hele publiek meteen om Henny roepen. En ik weet ook nog wel toen in die wedstrijd met de Zaragoza, dat er toen een vrij harde wedstrijd was. Die spits, die Esnaider, die toen ook... eigenlijk gemeen spel had. En toen was hij volgens mij uit zichzelf gaan warmlopen. Toen mocht Henny invallen. Vlak voor de doelman sloeg hij die vervelende Esnaider zonder enige twijfel vol op zijn gezicht. Opstootje op het veld, bunnings op de banken. De stoere Utrecht van Esnaider laten weten dat er met een echte Utrechter niet te spotten viel als hij het zat was. Het ritmisch gezongen Henny, Henny hoor ik nog als ik mijn ogen soms dicht doe. Ik denk. Zo'n Utrechtse jongen, wat ze heel graag bij FC Utrecht zien. Iemand die zijn mouwen opstroopt en poetst en uitdeelt. En laat zien dat er niet met hem valt te sollen, zeg maar. En ook niet met zijn ploeg. Ja, net als een tank die ergens rijdt, weet je. Je kon tegen hem aanbotsen of wat dan ook. Hij ging voor niemand aan de kant. Hij was niet bang om een schop uit te delen of een tik uit te delen. Het was geen hele gemene voetballer. Wel een hele harde voetballer. En als het nodig was, kon hij wel gemeen zijn. Maar in de basis was het niet een hele gemene voetballer. Dan voelde je soms wel eens... Op de tribunes, onze fans zagen dat ook wel eens. Dan denk je, oh god, dat gaat niet goed. Hij gaat dat duel, hij komt te laat. En dan was het net, dan kwamen die lange benen kwamen nog een keer met een slijding en had hij hem toch nog. En dat soort momenten kwamen wel regelmatig voor. En dat liep dan goed af, dan had hij hem. Dat spreekt natuurlijk wel aan hier in Utrecht. In ieder geval in die tijd misschien wel meer dan nu. Maar dat vonden wij mooi. En zo'n speler, ja, dat zie je niet meer. Dan heeft Utrecht een nieuwe publiekslieveling erbij gekregen, Henny van Schoonhoven. Ja, het is snel gegaan, hè? En spreken we namelijk goed uit ook. Nee, dat is onzin, joh. Ik bedoel, je moet van week tot week bekijken. Nou ben ik het en volgende week is het een ander. Het is vreemd, want vorige keer tegen Heerenveen werd je al man of the match en vandaag word je het weer. Krijg je het allemaal wel op, dat eten en zo? Ja, dat gaat toch goed, hoor.
Ik heb een groot lijf, dus het eten krijg ik allemaal wel op. Doet het, ja, zo'n 13.000 man hennie roepen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg even kippenvel. En ik had last van mijn hamstring. Ik zou het laatste half uur misschien eruit gaan. En toen kwam in één keer hennie. En toen denk ik, nou, het publiek, nou, ik blijf er wel even in. Dat lukt wel. We hebben een bandje voor je gemaakt, hoor. Och, dan krijg je dat weer. Nou ja, dat is leuk. Tuurlijk. Ja, wat dat betreft is hij toch ook wel heel bescheiden. Dat, ja, dat doen ze voor mij, maar ja. Ach, ja. Ik doe mijn ding en ja, dat wordt gewaardeerd. Bij FC Utrecht drukte de verdediger zowel binnen als buiten het veld zijn stempel. Dat was ook te merken na het duel tussen FC Utrecht en Cambuur Leeuwarden van de toenmalige Utrechtse trainer Gert Kruis. En in die wedstrijd waren wij in staat als Cambuur Leeuwarden om de wedstrijd nog om te buigen naar een 3-0 achterstand tot een 4-3 overwinning. En toen was Henny daarbij en ik heb begrepen dat na de wedstrijd Henny in de nabespreking tegen de toenmalige trainer Mark Botten zei van jongen, je kan nou wel je kastje leeg gaan maken, want dit houdt geen stand hier. Nou, ik denk dat hij er wel over nagedacht had, maar het maakt hem gewoon niet uit. Als hij iets vindt, hij is dan zeg maar zo'n eerlijke jongen en dan zegt hij het gewoon en dan moet je het er maar mee doen, zeg maar. Ja, typisch Henny. En ja, op het moment dat hij iets dacht wat hij vond dat niet goed ging, ja, dan zei hij dat gewoon. En welke consequentie daar ook aan vast zat, ja, dat maakte hem niet uit. Hij probeerde zo de sfeer van de kleedkamer een beetje naar de coach en ja, dat ging helemaal niet goed. Je kan het ook anders oppakken en zeggen van nou, wat is er allemaal aan de hand? En dat gebeurde niet. En uiteindelijk heeft de trainer ook niet veel meer gebruik van hem gemaakt. Dus hoe is dat jullie vader hier zo in zo'n stadion hangt? Ja, leuk. Het is toch wel dat de club het dan ook onthoudt en zo. Dat hij nog steeds niet vergeten is. Ja. Je dan toch ook wel meer het idee dat hij profvoetballer is geweest? Ja, 2 jaar. Nee, niet 2 jaar. Daarna de 3? De 5. Ja, oké, okay, maar 3 jaar kan duren. Henny van Schoonhoven stapte 2 jaar geleden over van de amateurs van Elinkwijk naar FC Utrecht. Omdat hij er bij die club nooit in slaagde basisspeler te worden, werd hij dit seizoen uitgeleend aan ADO Den Haag. Toch is van Schoonhoven niet teleurgesteld in zijn loopbaan in de Galgenwaard. Stel dat die jongens niet fit waren, had ik misschien meer wedstrijden gespeeld het tweede seizoen. Het tweede seizoen misschien had ik beter mijn mond kunnen houden. En dan had het misschien heel anders gelopen, maar dat is allemaal als. En ja, ze moeten me nemen zoals ik ben. Ik denk dat Gert Kruis het duidelijk weet. En dus hing Gert Kruis, trainer van Cambuur en net als van Schoonhoven een rasechte Utrechter, vorige week aan de telefoon. Vorige week wat telefoontjes naar mijn zaak weer nemen en Gert Kruis heeft mij nog een keer gebeld. En vandaag hebben we het rondgemaakt. Ja, ik heb me toegemeld. Ik vond dat wij wel behoefte hadden aan zo'n speler. En daarom heb ik hem ook naar Leeuwarden gehaald. Ik was spits en hij was verdediger. Dus op trainen, dan weet je na 1 training al genoeg. Ja, hij was keihard, maar wel streed. Dat waren mooie duelletjes op training. En maar wel op een goede manier. Dus niet op een gemene manier. Hij was echt gewoon keihard en eerlijk. En daar hield ik ook wel van. Dus dat was alleen maar goed voor ons beiden, denk ik. Jan was een spits, grote fysieke spits, met altijd een neusje voor de goals. En ook een hart van goud. En die twee, ja, die hadden wel chemie, die trokken met elkaar op. Dus het waren wel jongens die wat dat betreft wel raakvlakken hadden. Dat klikte ook, Jan was ook recht voor zijn raap, Henny ook. Dus vandaar dat ze goed met elkaar door één deur konden. Dat groeit ook zo. We waren wel veel bij elkaar te vinden, buiten het veld ook wel. En op de club en... Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen waardoor zoiets komt of hoe een ander daarnaar keek. Maar je voelt het zelf, je voelt het zelf. Je hebt gewoon bij sommige clubs heb je gewoon met iemand wat meer dan met een ander. En je zou zeggen als we dan trainen en elkaar het leven zuur maken dat het minder wordt, maar dat was het niet. Maar we zijn ook wel op Ameland geweest met het team, met Gertje Kruis en Henny Lee. En ik kom natuurlijk van Ameland. Hadden we ook een avond met z'n allen. Nou, dat ging ook wel tot in de late uurtjes. En Henny stond ook op biljart te dansen en met mij en een gigantisch feest. En dus hij kon ook uitbundig zijn en echt genieten van zulke momenten dat je met het team wat leuks deed. En dat soort dingen vergeet je nooit meer.
Het was geweldig. Het was ook een geweldige sfeer met z'n allen. En Henny was een van de gangmakers. Trouwens samen met Jan Bruin. En ik zal het nooit vergeten. In 2003 stopt de Tank met profvoetbal. Maar zijn voetbalschoenen die belanden nog niet aan de willigen. Ja, dat is heel gek. Dan is hij een tijdje profvoetballer geweest. En ja, natuurlijk, omdat we altijd heel close, tenminste natuurlijk goede banden met elkaar bleven houden. Kijk, als hij klaar is met profvoetbal, Elikwijk speelde toen nog op het hoogste niveau, ja, dan hoort hij hier thuis. Dus dat ging gewoon wel vrij vanzelf dat hij weer terugkwam. Het mag voor mij nog wel wat minder vriendelijk. Ik bedoel, ik heb ze wel eens het trainingsveld afgeschopt. En ja, misschien dat het naar die kant waar we moeten gaan, niet, maar dan verbaal. Voor de tegenstanders ben je ook nog steeds lastig, hè? Zag ik vanmiddag. Ja, ik ben geen aardige jongen. Ik ben wat anders geworden. Ik ben wat rustiger geworden. Maar ik speel in dienst van dit jonge elftal en niet voor mezelf meer. Die tijd heb ik gehad. Het was eigenlijk toen wel heel gescheiden. Hij deed zijn voetbal en ja, thuis was het gezin. Het enige wat ik wel nog weet is dat als papa thuis kwam van voetbal, die altijd een heel pak melk pakte en dat opdronk. Dat deed standaard. Naast het voetbal was Henny bezig met zijn droom te verwezenlijken. En wat die droom was, dat was voor zijn collega's uit de voetballerij geen verrassing. Nee, ik wist wel dat hij een hobby had met die tropische vissen en aquariums en zo. Dus ik wist wel dat hij gek was van dieren. Vissen vond hij fantastisch. Daar kon hij zich helemaal in kwijt. Ik denk dat iedereen wel iets heeft wat je niet achter hem zoekt. Hè? Ik vond dat wel iets speciaals. Wel mooi om te horen. Ja, gewone jongen. Ja, die niet zoveel gekke dingen om mee had, nodig had om het naar zijn zin te hebben. Gewoon normaal gedrag. Nou, zijn droom was een dierenspeciaalzaak en dat heeft hij wel gerealiseerd. En het grappige is dat ik hem toen natuurlijk in het Utrechtse wel tegen ben gekomen. Ook toen hij nog bij Cambuur of bij ADO heeft gezeten. En toen hadden we afgesproken dat als hij ooit zo'n zaak kreeg, dat ik dan een goudvis bij hem zou halen. En toen hij op Smaragdplein er eentje kreeg. Ik kom uit Hooggraven, toen ben ik wel naar zijn zaak gegaan en ja, dat was wel super leuk om te zien hoe gelukkig hij daar was en trots eigenlijk was op hetgeen wat hij heeft neergezet. Het voornaamste wat ik me herinner is dat twee winkels ernaast de Bart Smit er zat en dat als we inderdaad meegingen op koopavond en we hem dan gingen helpen met dingen bijvullen of iets of de konijnen eten geven, de visjes. En dan was het daarna van, ja, je mag naar de Bart Smit om wat leuks uit te zoeken. Ik had uiteindelijk een hele bak met Hot Wheels, die kleine autootjes. Dus elke vrijdag kreeg ik dan een Hot Wheel of het was bij de bakker een kaasstengel halen. Ja. Ik zei, maar wat doe je dan nog meer? Hij zei, ik kweek guppies. Ik zei, wat zijn nou weer guppies? En dat heeft hij me laten zien. En speciale vissen, tropische vissen, dat vond hij fantastisch. Daar heeft hij zich ook in gespecialiseerd. Ja, dat zou je dus allemaal niet denken achter de type speler van Schoonhoven, Henny van Schoonhoven. Maar zo was hij wel. Dat typeert misschien ook alweer het verschil tussen hem binnen en buiten de lijnen. Ja, absoluut. Twee totaal verschillende persoonlijkheden, zou ik bijna zeggen. Maar dan slaat het noodlot toe. Henny krijgt de diagnose darmkanker. In eerste instantie leek het bij hem nog behandelbaar. Dus dan zit je eigenlijk bij het ziekenhuis om een beschalingspunt te bepalen. En daar word je eigenlijk teruggefloten van nee, er zijn uitzaaiingen naar de longen geconstateerd. Dus je moet aan de chemo. Nou, vervolgens ga je daar een heel traject in. En 15 chemo's later en een jaar later. En 15 chemo's later en je bent uitbehandeld. Hoe was dat zeg maar, om je vader zo te zien? Nou ja, op een gegeven moment stond het ziekenhuisbed natuurlijk beneden. En dan ga je toch wel wat meer beseffen, ook als kind. Kijk, je gaat wel naar het ziekenhuis en je komt weer terug. Maar in het ziekenhuis speelden wij als kinderen. Maar dan komt het bed ineens binnen thuis te staan in de huiskamer. Oh, papa kan niet meer naar boven lopen, want het kost te veel moeite. En dan ga je toch wel steeds meer beseffen dat hij echt wel ziek is. En dat het straks misschien niet meer kan. Dat is natuurlijk wel in en in triest. En als zo'n sterke jongen, zo'n goede gast en waar je er ook nog een goede klik mee had, dat die dan zo ziek wordt. Dus dat was natuurlijk wel super kloot om te horen. Als je dan zo'n grote, fysiek sterke vent ziet en je ziet dan dat die van die hele dunne beentjes krijgt, dan doet dat pijn. Het gaat steeds slechter met de gezondheid van Henny. Zijn familie en vrienden organiseerde voor zijn verjaardag nog iets speciaals. Hij is eregast bij FC Utrecht tegen Sparta. Maar hij wilde eigenlijk maar op één manier komen en dat was op zijn manier.
wilde absoluut niet in een rolstoel. Hij wilde Henny zijn die zelf uit een auto stapte en zelf naar boven kon gaan. We hebben gezegd, als dat kan met de medische begeleiding, dan moeten we dat respecteren. Want we wilden natuurlijk niet onnodig pijn laten lijden. Maar dit wilde hij zelf. En zo geschiedde ook. De supportersvereniging die wist dat Van Schoonhoven nog één keer in Nieuw-Galgenwaard zou zijn met familie en vrienden, wil hem in ieder geval nog één keer een hart onder de riem steken. En in ieder geval laten weten dat ze zijn periode hier bij Utrecht niet zullen vergeten. Ja, dat is dan toch iets wat hij vanuit zijn tenen, die kracht. En ja, ik denk ook het stukje bedanken. En misschien ook wel wetende van dit is mijn laatste keer. En ja. Ja, gewoon ook een lach op zijn gezicht en alles ervaren en in zich opnemen. En natuurlijk iedereen die zijn naam aan het roepen was. Nou, geweldig. Ja, het was heel zwaar die dag, maar hij heeft misschien wel 200% genoten. Dat is wel echt heel, heel bijzonder. Op 11 september 2009 stapt Henny vrijwillig uit het leven. Maar dat doet hij niet voordat hij van dierbaren afscheid heeft genomen. Net voordat hij overleed, toen waren we nog aan het appen. En toen kreeg ik een appje van hem van André. Zelfs het appen wordt me nu te zwaar. Ik kan het niet meer. Ik wil je bedanken voor alles. En ik ben een gouden gozer, weet je wel. En het gaat je goed. Ja, dat is heel gek. Daar krijg je nu nog steeds koude rillingen van als je daar weer aan denkt, zeg maar. We hadden gewoon ook daarin nog wel humor in die contact. Dus ja, dat wel heel knap dat hij dat tot aan de laatste dag nog zo kon opbrengen. Ik heb daar wel heel veel respect voor. En hoe hij het gedaan heeft, ook naar zijn kinderen toe, naar zijn gezin. Ja, je krijgt nog kipvel als je daaraan denkt. Maar het is, dat heeft hij wel, ik vind het wel heel bewonderenswaardig hoe hij de laatste periode dat heeft gedaan. Hij was heel... Hij beseft heel goed wat er aan de hand was en hij was daarin heel sterk, ook naar anderen en naar de familie toe van jullie moeten door. Ga nou niet één groot huilpartij van maken. Dat is het ook niet geworden. Dus dat was ook Henny te voeten uit van oké, dit is het dan, we moeten accepteren, we hebben er alles aan gedaan. Als dit het is, dan is dit het. 39 jaar. Ja, ik denk dat hij gewoon voor iedereen als het ware een soort ja, goede afsluiting wilde maken, zo van voor hemzelf ook van het is goed, ik sluit het af en mijn einde ja, is er nu. Wat wil je nog tegen je kinderen zeggen, Henny? Nou, ik hoop dat ze papa altijd blijven herinneren als toch wel een vriendelijke man die toch wel veel met ze gedaan heeft. Maar daar was ik wel heel bang voor. Natuurlijk de laatste periode ben ik wat zagrijnig en wat kortaf, omdat ik vanuit mijn bank ga ik ze nou roepen. Om te corrigeren. Normaal liep ik er naartoe en deed ik dat. Nee, ik vind het twee topkinderen. Maar dat komt ook dat ze goed op zijn gevoed. Op de juiste manier, vind ik. En papa zal elke nacht zal die langskomen. Dat weet ze ook. Om ze een aai of een knuffel te geven. En hetzelfde geldt voor mevrouw.